Nou, maar als Peter praat, dan probeer ik altijd even te wachten tot hij uitgesproken is. maar moeten we die series dan niet eigenlijk een beetje verbieden? Of in ieder geval zeggen van boven een bepaalde leeftijd? Want als 16-jarigen daarna gaan kijken, is er echt slechte invloed wellicht. Ik denk dat dat niet... Je kan het niet verbieden. Waar Instagram heel erg mee bezig is... van wat willen wij nu precies uitdragen als platform. Ze weten dat het een jong platform is. Veel jonge gebruikers. En ze zien dat er nu een wildgroei komt... van allerlei mensen die natuurlijk daar geld gaan verdienen. Onder andere door producten aan te prijzen... waarvan ze zeggen... één, klopt het überhaupt wat ze aanprijzen? Maakt het gebruikers op Instagram? Moeten ze dat wel willen zien? Want wat je wel merkt is dat onzekerheid... hè, en de kwetsbaarheid steeds groter wordt. Iedereen is aan het vergelijken. Dus daarom is ook een beetje dat het mijn twijfel is. Ik vind het verrijken aan iets. Ze prijzen ook iets aan. Influencers doen heel vaak een samenwerking... zonder dat ze überhaupt ooit dat pilletje hebben gehad of wat dan ook. Goed, dus daar, ze weten niet ik, eens dat vind wat ik ook doet. Een ding. Wat leert dit dan, jongens? We moeten kijken van wat is ons beleid, waar willen wij voor staan. En ik denk dat dat heel goed is. Maar dan het Instagram en dat je iets in een blad zet. Uiteindelijk is het toch altijd je eigen verantwoordelijkheid. Als je tanden staat zo, dan zie je altijd de spierwitte tanden van krijgen. Ja, maar dat is dus ook een beetje dubbele, wat ik inderdaad ook vind. En voor mij is het meer als ik naar mentale gezondheid kijk. Hè, wat doet het met de psyche van iemand, denk ik. Hè, Instagram kan een supermooi platform zijn, wat meer taboe. Alleen uiteindelijk begint het natuurlijk allemaal bij onszelf. En moeten wij ook weten met welke filter we naar zoiets kijken. En dat dat nu allemaal niet de werkelijke wereld is. Ja, weet je, dat zullen we ook toch niet zelf alles klakkeloos moeten. En letterlijk. Het daadwerkelijk. Ik bedoel, niet klakkeloos iets overnemen, maar het net opduiken wat en dat kijken. Weet je wel, wat zijn de reviews? Lekker weet meer. Ja, daar kan hij niks over zeggen. Moeten dit soort mensen ook niet eens een keer zoals soldaten? Wat bedoel je gewoon goed troosten? Nou ja, ik vind het heel leuk als je dat ziet. Ja, maar ik denk dat zij dat zo helemaal niet ervaart. Nee, ik denk precies. Dat zij helemaal happy is met haar leven. En dan heeft ze weer een leuke vent en zo'n ding. En interesseert voor wat wij daarvan vinden. Okay. Heerlijk, toch, als je dat kan? Ja, dus dat is het natuurlijk. En zij woont ook niet in Nederland, in Duitsland. Wordt er ook heel... Je bent wakker. Nou, zij vindt dat mentaal gezond. Die dat doet op YouTube, hoor. Dus, dat zei je? Dat doen er echt... Ja, ik vind posten. Het gezond. Ja, want zij vindt het fijn. Sorry, dan heb je de studie niet goed afgemaakt. Maar kijk, dat is natuurlijk ook een beetje gek om nu...